Het is een kwartiertje rijden. Vanuit Rotterdam ga je over de A29 door de Heinenoordtunnel en je komt in de Hoekse Waard. Een van de Zuid-Hollandse eilanden, een van de 20 nationale landschappen. Hier zie je eindeloze akkers en prachtige bomenrijen. Daar waar boeren de kleuren bepalen van het land. In de zesdelige serie Land van Kraaien en Worstenbakkers verken ik de Hoekse Waard per fiets. Vandaag bezoek ik het laatste echte eiland van Zuidwest-Nederland, 10 gemeten. Ooit land van de boeren, nu natuurgebied. Vanaf de Nieuwendijk neem ik het pontje, over wat ze noemen het vuile gat, richting het haventje aan de overkant. Huib Bijl vaart de pont al 40 jaar. Wat maakt deze veerdienst zo bijzonder? Ja, ik ben postbode. Toen de mensen nog geen gas hadden, zou ik maar zeggen, de bussengas. Je pakt alle pakjes aan, alle boodschappen zijn. Je hebt een sleutelbewaarder eigenlijk van de musea, van de mensen, de reservesleutel van de auto's en de huizen. Op een andere pont gebeurt dat natuurlijk niet. En dus 19 keer is nog even een telefoontje van wacht even, want we willen nog mee. Ja. Nou, je kan de spoorwegen bellen, maar die wachten natuurlijk niet. Die gaan gewoon weg. En het feit dat er nu veel minder mensen wonen en dat de natuur wordt teruggebracht, zou je kunnen zeggen, op het eiland. Maar ja, er zijn nu wel mensen voor teruggekomen natuurlijk. Om te beginnen de zorgboerderij natuurlijk, de bewoners. En daar zitten een beheerderrechtpaar op. En op de herberg zitten natuurlijk ook mensen die weer daar gewoond zijn. Dus bij elkaar wonen er toch nog wel wat mensen op het eiland. Ja. De landbouw is verdwenen, dat was het enige natuurlijk. Dat was een bittere pil voor de boeren. Maar die zijn goed weggekocht en goede vergoedingen gekregen. En als je de spulletjes ziet die ze nu hebben staan overal, dan horen die niet meer klagen, denk ik. Houdt u van het eiland? Ja, het is een stukje eigen. Het is mijn werk, het is mijn dagelijkse werk natuurlijk. Ja. Vroeger met de boeren, ja, die mensen kon ik beter als mijn eigen familie bijspreken. De verjaardagen die deden mee, want s'avonds natuurlijk, als er iemand jarig was, dan was het, kom je nog even de laatste borrel halen. En neem iedereen al mee. Want dan konden ze natuurlijk ook wat later naar huis. En zo ging dat. Maar bedoel, met de mensen die nu wonen, de herberg en de paar vaste bewoners die zijn, is gewoon een goede band mee. Het is gewoon een stukje familie. Slipdepot, luchthaven, windmolenpark. De laatste decennia waren er grootse plannen met 10 gemeten. Uiteindelijk werd de bestemming groen. Natuurmonumenten vormden traditioneel boerenland om naar een grotendeels ruig landschap. Fantastische graanschuur vroeger. En nu onze informatieruimte. We staan nu in het centrum van het eiland. Het centrum van 10 gemeten. Centrum van 10 gemeten. Dat lijkt me een hele goede. Nee, maar dat is ook echt zo. Hè? Dat, ook als je naar het publiek kijkt, dit is het meest druk bezochte plekje van het eiland. Ja. Mensen komen hier naartoe, even naar musea, Vlietberg en weer met de pont terug. Ja. En waar is het begonnen met 10 gemeten? Het is allemaal begonnen hier aan de oostzijde. Een heel klein plaatje wat in 1640, 1650 droog viel. Was 5 hectare groot ongeveer. In die tijd werd de oppervlaktemaat gehanteerd van een gemet. Een gemet was een halve hectare. 2 maal 5 is 10. 10 gemet, 10 gemeente. Ja, de huidige naam komt daar ongetwijfeld vandaan. Het is nu 1045 hectare groot. De eerste inpoldering was 1750 ongeveer, was 45 hectare groot. 1805 werd dit deel nog eens een keer ingepolderd. En 1845 werd dit deel. En helemaal op het laatste Mariapolder hier. Ja, zo is dat eiland in dat wantij ontstaan. De laatste boerenfamilie verliet het eiland in 2006. Nu wonen er nog 12 mensen. Een van die 12 bewoners is Ben van Leeuwen. Hij woont in een van de arbeiderswoningen midden op het eiland. Is dit het huis van Ben? Ja, dit is het huis van Ben. Kijk. Nou ja, van Ben. Van natuurmonumenten. Ook van natuurmonumenten. Maar Ben woont er. Ben woont er. Hoi, Gert. Goeiedag. Hallo. Hoe lang woon je hier al? Ik zit vanaf 1977 al hier. En hoe is dat om in een leefgemeenschap te wonen met 12 mensen? Nou, dat is heerlijk. Het is altijd rustig hier zo. Ja, je hebt elkaar nodig natuurlijk. Bijvoorbeeld als je een stuk hout nodig hebt, dan ga je even naar de buren. Want anders moet je op de pont wachten en dan moet je naar de overkant. Ja. Kijk, als we zo elkaar kunnen helpen en zo, dan doen we dat. En hoe vul je je dagen? Oh, ik help een hoop mensen. Ik ben nou vanochtend, ik heb een Hugo's broer en ik heb hier bij Marleen en bij mijn eigen gemaakt. Dus, en als je pontmaas me nodig hebt, dan bijvoorbeeld met afrekenen, nou, dan help ik. En dan heb je Piet Holzer hier rijden met die huifkarren. Ja, als hij mensen tekort komt, dan help ik hem ook.
Moet de deur hier op slot? Hier moet tegenwoordig de deuren op slot. Dat is toch jammer, hè? Dat is jammer. Kijk, vroeger met de boeren was het zo. Als je aankwam en je had tassen, zit hij op de kade neer. En dan gebeurde het wel eens dat je een verkeerde tas had, maar dat maakt niet uit. De tas kwam altijd terecht. En je kon altijd alles open laten staan. Maar nu niet meer? Nu niet meer, nu is het over. Want er zijn zelfs mensen die komen gewoon bij je binnen, hè? Ja, het is wel genieten, man, hoe je hier zit. Ja, vroeger vond ik het toch mooier, hoor, met die landerijen. Ja? Ja. Dan had je natuurlijk allemaal percelen. En de een had... ze hadden allemaal aardappels staan, de een had bilstaren, de ander eigen heim. En hij allemaal verschillende bloempjes. Dat is wel mooi, hoor. Laat maar aan, Schotse Hooglanders. Ja, Schotse Hooglanders. Prachtig. En die leven hier min of meer in het wild. Wij laten ze lekker hun gang gaan. Het is wel zo dat we hier te maken hebben met een kudde die wij in de gaten houden. Dus die voldoet aan de wet en regelgeving, zeg maar. Ja. Dus hebben allemaal een nummertje in. Er wordt bloed getapt om te kijken, zit het juiste kalf van het juiste moederdier. Dus we doen ons best wel om die beesten ook op die manier te verzorgen. En het is wel leuk, op dit moment worden kalven geboren. Je ziet daar in de verte twee liggen. Ja. En dan die moederdieren gaan daar een heel stuk bij vandaan. Maar oh wee, wat jij nu presteert om daar eens naar zo'n kalf toe te lopen. Dan gaat het mis. Dan gaat het mis. Dat willen ze dus niet. En dat is een paar weken. En is het weer goed. Maar zo'n dag of 14, drie weken, dan zijn ze echt eventjes afgezonderd. Soms op de blanke slikken. Ook hier. Je ziet het nu heel mooi. En dan zijn ze echt heel erg waakzaam op dat kalf. Dit is nu natuurgebied, maar dit was tot voor kort een landbouwakker. Ja, tot 2006 was dit landbouw. Er was toen nog één praktiserende boer. Een aantal zijn vanaf 2000 van het eiland verhuisd. En de laatste in 2006. En vanaf dat moment zijn jullie dit land eigenlijk met rust gaan laten? Nou, niet helemaal. We hebben op bepaalde delen niets gedaan. Maar als je nou hier kijkt... Daar lag vroeger een asfaltweg. Mm-hmm. En dat is nu een zoetwaterkanaal. We hebben bepaalde delen van het eiland verlaagd. Dus die liggen in de intertijdenzone. Dus in het hoge en lage water van het Haringvliet. Het doet bijna een beetje denken aan een Zuid-Afrikaanse steppe in de buurt van het Paul Krugerpark. Ja, en zeker nu dit voorjaar. We hebben een hele strenge winter gehad. En het is heel raar, we hebben nu weken droog weer. Er zit geen spanning in van nog een zuidwesterstormpje of een noordwesterstormpje, dat we even iets hoger water krijgen en dat we hier juist de wilde vullen. Maar ook dat we hier, waar we nu staan, gewoon een drassige situatie hebben. Je ziet het ook, normaal staat hier gewoon dus net een beetje water. Ja. En dit voorjaar dus helemaal niet. Je bent echt een vogelliefhebber, beide? Nou, mijn vrouw is de expert in wording, zo gezegd. Ja. Oh, je bent een opleiding? Vogelaar in opleiding? Nee, ook niet. Nee, gewoon puur liefhebberij. Puur liefhebberij. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Ja. En, zijn jullie hier al vaker geweest? Vorig jaar januari zijn we voor het eerst geweest. Want waar komt u vandaan? En wij komen uit Heilo. En vorig jaar januari lag hier ijs. Het waren de derde week van januari hier en we vonden dat zo fantastisch hier. Zo stil, zo rustig. En anderen hadden gezegd, nou jullie zullen je best vervelen, want er is echt helemaal geen bal te doen. Nou, wij dachten dat reuze mee zou vallen en dat is ook meegevallen. We vonden het eigenlijk zo aardig. En nu bent u terug. Dat we dachten, we willen in een ander jaargetijde hier ook nog eens komen en kijken. En logeert u hier of? Daar. Oh, u zit in de sluiswachterswoning. In de sluiswachterswoning. Ja. We fietsen terug naar het centrum, waar Piet Holster, een boer die zijn bedrijf heeft aan de overkant, ons staat op te wachten voor een ritje met zijn dames. Dames. Dat vind ik nou mooi, hè? Hetzelfde respect voor de meisjes. Ja. Dames. Die beesten die zijn ook zo trouw voor mij. Dan mag je toch ook wel wat teruggeven aan die dieren. Ja. Dat hebben ze verdiend. Ze zijn trouwer dan je eigen vrouw zo ongeveer. Nou, ze luisteren beter. Maar mijn eigen vrouw die wil ik er toch heel erg graag bij houden. Ja. Ja. Ze zijn 1 jaar oud.
Die komen hier hun jeugd doorbrengen. Dat is heel erg goed voor die benen. Dit is hier kleigrond van nature en die is kalkrijk. En kalk is goed voor benenontwikkeling. Dus die mensen die hebben allemaal die jonge dieren graag hier lopen. Nou is het verhaal dat de boeren 10 gemeenten hebben moeten verlaten, maar toch zie ik hier nog gronden waarvan ik denk, ja, daar zou je ook zomaar iets op kunnen verbouwen. Ja, dat klopt. Dat is ook de bedoeling. En dat willen we op een hele extensieve wijze willen we dat graag doen. Ook het publiek laten zien, laten voelen van, hey, zo ging dat. Zwaar werk, met paarden, weer en wind. En, moet je wel helemaal deugd doen. Dat is mijn wens. Twee jaar geleden, Henk, hebben ze alles in de krant geschreven over mij. Ik ben er klaar voor, zei ik toen. Ja. Dan een paard met een gareel om, want dan moeten we ander tuig hebben als voor de kar uiteraard. Maar dan moeten we die oude werktuigen weer in ere herstellen. Ja, dat is mijn droom. Zou ze ook naar mij luisteren? De paarden? Ja. Als je de R laat rollen wel. Dames, draf. Ik dacht dat ik een vakman was, maar ik ben helemaal gedisisoleerd, want iedereen kan dit. Ja. Stelt niks voor. Stelt helemaal niks voor. Ik word afgezet voor het Rienpoortvliet Museum. Het Weidse landschap van 10 gemeten is terug te zien in het werk van deze bekende van oorsprong Schiedamse kunstenaar en illustrator. Na een lange dag fietsen, plof ik neer op het terras van de herberg. En weten de mensen inmiddels de weg naar de herberg te vinden? Ja, 's winters is het natuurlijk heel stil, maar goed, dat is ook logisch. Maar zomers, dan hebben we gewoon echt heel veel dagjes mensen. Ook mensen die hier komen slapen op de camping. Krijgen steeds meer vragen voor feesten. Ja. We hebben dit jaar geloof ik 3 bruiloften staan. Mensen die zeggen van, ja, trouwen op 10 gemeten. Ja, het is wel een idyllische plek. En dat eigenlijk 10 gemeten is teruggegeven aan de natuur. Hoe kijk je daar tegenaan? Ik kan me voorstellen dat het voor degenen die hier altijd gewoond en geleefd hebben, dat het een zware dobber is. Dus voor de boeren kan ik het me voorstellen dat ze dat ontzettend missen. Maar als je ziet dat nu zo'n 30.000 bezoekers per jaar van het eiland genieten, op steenworp afstand van de Randstad. Mensen hoeven geen uur in de auto te zitten om iets heel bijzonders te ervaren. En ja, dan denk ik, dan doe je wel iets goeds volgens mij. En wat stond hier op deze plek? Daar stond ook een huis. Daar stond ook een huis. Ja. Ja. En de bewoner verdronken. Ja. Ja. Het is een mooie plek. Met een dramatisch verleden. Ja. Hè?